over wandelen hebben, dat is wel belangrijk. Gezelligheid en gezelligheid. Maar daar hebben vrienden ook hoor. Maar je moet het leuk vinden. Je moet het gewoon een keer gedaan hebben als je in de buurt woont. En dan twee setjes. Jullie doen samen de 40 en jullie samen de 50. Ja. Waarom 50? Ja, gewoon een stukje uitdaging denk ik. Ik vind dat gewoon superleuk. Dus, en heel gezellig. Gezellig in bier drinken of gezellig in de dorpjes? Nee, gewoon in de dorpjes. Ik moet nu nog niet aan het bier. Dat komt denk ik de laatste dag wel, maar nu nog niet. En jij hebt helemaal niet getraind, hè? Jij bent echt een bikkel. Nou ja, daar hebben wel meer mensen niet getraind. Die lopen hem ook uit, dus dan kan ik het vast ook. Helemaal niet moeilijk, hè? Nee, tot nu toe niet. Goed zo, goed zo. En dan staan jullie hier bij wie eigenlijk? Bij jouw ouders? Nee, dat zijn mijn opa en oma. Dat zijn onze topsupporters. Die komen overal mee naartoe, staan overal aan te moedigen. Dat is superleuk. Ja, geweldig, man. Nou, jongen, dames, heel veel plezier. Wat wilde jij nog zeggen? Oh, nou, ik zei, we zoeken de supporters elke dag weer op. Hè. Dat komt helemaal goed. Zonder de supporters kunnen we het ook niet. Dat is minstens, ja, dat is echt superleuk. Dat, ja, heel leuk. Muziek en supporters, dat draag je gewoon over het parcours in. Het lopen hoort erbij, maar ja, dat hoort er helaas bij. Ja, zo hoor je maar, hè. Het lopen hoort erbij, het gaat om de supporter. Kijk, ik sta hier bij twee zusjes. Hoe mooi is dat? En hoeveelste keer loopt u het al? 15 keer. 15e keer, hè? En dan wordt er 16. Met medailles zijn het 20 keren. Met medailles 20 keer. Maar dan als zussen, dan heb je natuurlijk wel veel te bespreken, hè? Ja, meestal lopen we apart. En vandaag was het toevallig dat we samen lopen. Want ze heeft een ander ritme dan ik. Oh, my. Haran, bent u sneller? Nou, andere jaren wel, maar nu heb ik een blessure, dus. Maar het komt niet in u op om volgend jaar een keer over te slaan. Gewoon weer gaan. Nee, we hebben nooit overgeslagen. Gewoon inschrijven. Ja. En dan zien we verder wel. En het is tot nu toe steeds gelukt. Dus. Ja. Geweldig. Jullie doen geen andere loops, hè? Echt alleen lopen. Alleen maar deze. Ja. Alleen de Nijmeegse Vierdaagse. Voor de rest niet. In het begin doe ik wel andere marsen. Maar daarna dan, oefen ik alleen maar voor deze Vierdaagse. Dus. Beetje intonig, maar ja. Nee, ik vind het geweldig, joh. Mooi. Heel veel plezier. Ja, dank u wel. En succes met blessure. Dank u wel. Heel erg bedankt. Een afstekertje. Doe ik in mijn zak. En dan gaat het morgen goed komen. Dank je wel. Dank je wel, hè. Hey, Duiven, hoe weet je dat allemaal, Petra? Ik vind het hartstikke goed. Je weet nog beter dan ik allemaal. Ik sta hier op de wedren. Het is 3 uur geweest. Nog een kleine 2 uur om binnen te komen hier op de wedren. En dat gebeurt ook zeer zeker. In grote getalen komen de mensen hier langs. Het wordt nou echt druk. En mensen genieten van een lekker biertje, een koud drankje om zich op te maken voor dag 2. Zover is het nog lang niet. Ik sta hier met Niels. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Niels is een collega van mij. Sportieve school in Lent. Hoeveel keer is dit? Het is de 4e keer. Ja, afgelopen 2 jaar heb ik niet meegedaan. Toen had ik de enkel gebroken en nou mag ik eindelijk weer meelopen. Was die enkel de reden dat je niet meedeed? Ja, 1 jaar wel, de andere jaar niet. Nee, dat wou ik zeggen. Ja. Waarom? Feesten. Toen ook feesten. Ja, waarom feesten? Ja, ook feesten doen. Maar hoe is het nou om weer mee te doen? Ja, grandioos. Ik had eigenlijk afgelopen jaren gewoon weer mee moeten doen. Maar leuk om weer erbij te zijn en dus volgend jaar gewoon weer lekker weer. Ja, maar wat maakt het nou zo leuk? Kun je dat uitleggen? Ja, het is de hele happening, hè. Iedereen die erbij is en het sfeertje dat het is. Het vroege opstaan en met z'n allen lekker. Lopen. Ja, je staat er compleet relaxed bij. Ja. Nergens pijntjes of wat? Ja, iets in de kuit. Ik heb de laatste 10 kilometer een paar biertjes gehad en dat was niet moeten doen. Dat gaat goed met biertjes? Nou ja, dat, redelijk. En mij lijkt me altijd dat als je dat neemt, dat het gelijk in de benen schiet. Ja, in de kuit in, ja. Dan kom je niet meer overeind, maar jij? Nou, ik loop nog redelijk, maar ik moet wel merken dat het, de beentjes voel ik daarna wel, ja. Had je veel getraind? Ja, 160 kilometer. Toch? Ja, dus keer op 6. Oh, lekker. Ga je vanavond nog feesten? Of? Nou, ik heb zaterdag en zondag ben ik geweest, allebei. Dus ik denk nog heel eventjes vanavond heel even kijkje nemen, wel op tijd naar bed. Ja, op tijd naar bed. Ja. Je gaat het redden dit jaar, denk je? Ja, daar ga ik wel vanuit. Er moeten hele gekke dingen gebeuren, maar dat denk ik niet. Nee. En volgend jaar, om alvast vooruit te lopen? Ja, dat hangt een beetje van de zomervakantie af, wanneer die valt. Ja, als het weer zoals nu valt, kan het prima, maar ik wil ook graag op vakantie gaan. Dus, ja. Nou, ik hoop je morgen weer te spreken en dat je er weer zo fris en fruitig bij staat. Net zoals nu, hè? Dat komt goed. Helemaal goed. Hey, dankjewel. Ja, hey, fijne sfeer hier op de wedren. We schakelen even terug naar jou, naar de studio. Ja, nog steeds relaxed en nog steeds hartstikke gezellig.
En mensen hebben het naar hun zin. Ja, mensen lopen niet alleen, die lopen ook de Vierdaagse voor goede doelen. Hè. Dat merk je ook dat dat steeds meer wordt voor de kankerbestrijding, voor water in Afrika of voor allerlei andere zaken. Hier achter me staat er zo'n meisje. Hallo, mag ik jou wat vragen? Ja hoor. Hoe heet jij? Kimberly. Kimberly, jij hebt ook gelopen? Ja. Hoeveel keer? Eerste keer. En? Superleuk. Ja, meen je dat? Ja, nu nog wel. Je moet er nog drie, hè? Ja, ja, ja. Zeker. Je hebt een mooi shirt aan, ja. Met de Vierdaagse. Ja. En dat staat erachterop. Voor Kika. Loop jij voor Kika? Ja. Ja? Wat is dat precies, voor luisteraars die het niet weten? Dat is dat je van tevoren een sponsorloop moet doen. Nou, ik heb een sponsorloop gedaan en dan kunnen jullie nog steeds sponsoren. En dan gaat het geld wat ik op heb gehaald gaat naar een goed doel. Ja, dat gaat naar het goed doel. En Kika is voor kinderkanker, had ik begrepen. Hè? Ja. Waarom loop jij daarvoor? Omdat mijn opa het nu ook kanker heeft en een van zijn laatste wensen was dat ik de Vierdaagse uit moest lopen. Ah. En heel veel kinderen verdienen ook een onderzoek om het nog te kunnen genezen. Mooi. Ja, trots denk ik ben je erop, of niet? Ja. Waar kom je vandaan? Heergewaard. Heer Hugo Waard helemaal. En de eerste keer de Vierdaagse, tot nu toe vind je het leuk? Ja, tot nu toe vind ik het wel leuk. Maar nergens, ja, ik zie je staat op de sokken met een mooie L en een R erop, links en rechts. Waar zijn de schoenen gebleven? Daar zo. Ja, die heb je daar neergezet. Ja. Eventjes geen schoenen aan. Nee. Nee, nee. Je gaat hem uitlopen, denk je? Ja, ik hoop het wel. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes. En ik ben ook heel erg trots op je dat je dit doet. Dankjewel. Ja, veel succes, hè? Dankjewel. Ja, oké. Okay. De wedren, tot zover. Even terug naar jou, Peter. Ja, geweldig. Al die goede doelen. Mensen die meedoen voor die goede doelen. Daar zie ik Jessica staan. Hoe is het daar bij jou? Nou, hier bij mij. Het regent plaatjes van koeien. Dat klopt, ja. Ja, wij komen uit Zuid-Afrika en wij werken voor een liefdadigheid, dat heet de koetjes, de cows. En wij doen liefdadigheidswerk voor kindjes met kanker in Zuid-Afrika. Dus, ja. Geweldig. Ja. En waarom dan hier helemaal in Nijmegen de Vierdaagse lopen? Nou, ik heb vorig jaar de Vierdaagse gelopen en ik zag dat er een heleboel mensen ook voor liefdadigheden liepen. En ik dacht, nou waarom ook niet de koetjes, die mogen internationaal zijn. Dus, ja. Tuurlijk, geweldig zeg. En jij komt ook uit Zuid-Afrika? Ja, ik kan maar helemaal een klein beetje Nederlands. Dus sorry als dat niet helemaal goed is. Maar ja, ja, ik ben in Durban ook geboren. En ik heb een beetje geholpen en zo met de koetjes. Maar ja, nu werk ik in Rusland. Dus daar hebben ze dat niet natuurlijk. En ja, laatste jaar had het gedaan. En heeft gezegd, ja, kom dus even mee. Nou ja, daarom ben ik hier. Ja. Wat mooi zeg voor die kindertjes. En krijgen jullie ook na zo'n loop echt wel meer mensen die van jullie afweten? Ja, want zodra de mensen het zien, iedereen wil altijd graag weten wat het is. Hè? Want ja, waarom loop je als een koe op straat? Ja. Dus ja, en het geld inzamelen. Dus we zijn er al 11 jaar mee bezig. En we hebben al als een herd, als een groep koeien, over de 35 miljoen rand binnengehaald. Ja. En het is gekomen doordat de vrouw heeft een babytje verloren van 22 maanden, die kanker had. En die heeft toen gezegd, ik wil iets teruggeven aan Chok, want die hebben goed op ons gepast. En nou ja, 11 jaar later, we hebben iets van 2000 koetjes over heel Zuid-Afrika. En we zwemmen, we hebben zwempakken als koetjes, we hebben fietskleren als koetjes. En we hebben ook wollen pakken, die hebben ook gewoon uiers. En daar lopen we vrijdag in, want dat is heel speciaal. Ik ga jullie vrijdag opzoeken. Heel veel plezier en geweldig hoor. Leuk, dankjewel. Echt waar, dankjewel. Wie hier achter mij ziet, zijn de mensen die dus nou over de streep gaan. En die binnenkomen en dan eindelijk de eerste dag in ieder geval erop hebben zitten, zoals je zei. De dag van Els. En dat voelt goed. Tenminste, als je hem lekker bent doorgekomen zonder al te veel pijn en blessures. Dus ik denk ook dat de grote doorstroom die hier achter mij plaatsvindt wel over het hoogtepunt heen is. Ze hebben trouwens nog een kwartier en een uur de tijd om binnen te komen. Dat is niet heel lang meer, maar goed, ze zijn wel onverbiddelijk. 5 uur is 5 uur. En dan kunnen de mensen die de startbewijzen afbliepen zelf geen invloed op uitoefenen van als er dan nog iemand komt van doe nou maar. Nee, de computer gaat gewoon uit, dus er is niets meer te bliepen. Die situaties hebben we voorgaande jaren ook meegemaakt. Die zijn soms best wel hartverscheurend, want ja, je zult toch maar de hele dag gelopen hebben en te laat finishen. Dat is wel echt heel erg. Kijk even, dag mevrouw.
U loopt er nog zo fit bij. Nou, dank u wel. Ja, dat klopt. Hoe gaat het met u? Het gaat heel goed. Ja, waar komt u vandaan? Ik woon in Binschop, bij Utrecht. Zo. En waarom komt iemand uit Utrecht om hier 4 dagen te gaan lopen? Tuurlijk. Ja, maar vertel eens waarom. Nou ja, het was een soort levenswens. En dit is mijn 13e keer. Eerste keer is het 30 kilometer. Mm-hmm. In het jaar dat je 60 wordt, mag je 30 kilometer lopen. Yeah. En helemaal blij. Ja, want u loopt eigenlijk wel heel fris bij. Ja, dank u wel. hoe is het gegaan? Ja, u heeft al wel wat ervaring met de vierdaagse. Hoe was deze? Leuk. Ja? Ja, leuk. Het is heel erg leuk dat de route omgekeerd is. Ja. Dat je dus eerst de dijk hebt. En de sfeer is geweldig. Ja. Lekker weer en geen regen, niet te heet. Nee, want is het nou als geoefende loper, mag ik wel zeggen dat u bent. Ja. Is dit nou het ideale wandelweer, zoals de meesten zeggen? Het mag nog wel iets koeler. Iets koeler? Ja. Ja. Dan heb ik toch wel slecht nieuws, hè? Want het wordt warmer, hè? Ja, nou ja, we doen het. We doen het gewoon. Ja. Petje op en een kop erom en we gaan ervoor. Ja, veel drinken. Ja, en ook leuk gezelschap. Leuk gezelschap, hoor. Ja. Gaat u het redden? Absoluut. Dat denk ik ook wel. Dankjewel. Zo staat hij er wel bij. Veel succes. Dank u wel. En geniet ervan, hè, van iedereen. Ja. Tot zover de wedren. We gaan volgens mij ook nog even naar Jessica, Peter. Ja, inderdaad. We gaan naar Jessica. En die staat bij een band, hè, Jessica? Ja, ik sta niet zomaar bij een band. Het is waanzinnig. Ze hielden pauze, maar ze zeiden, we doen even mee. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Ravenstein. Ja, joh. Ravenstein. Ravenstein, de regio. En hoezo staan jullie hier dan? Nou, omdat we het ontzettend leuk vinden om muziek te maken met z'n allen. We houden van een feestje bouwen. En we zijn gevraagd om hier ook in Nijmegen te spelen. Dus wij spelen hier op de wedren. Jullie zijn eigenlijk de groep die zorgen dat lopers denken, wij gaan door. Nou, we gaan ons best doen. Een beetje Brabantse invloed hier. Misschien helpt het een beetje, jongens. Laat eens wat horen. Laat eens wat horen. Daar komen ze, hè, mensen. Samenlopen. Ga weg, echt waar. Ja, ja. Hoe lang kennen jullie elkaar? Het 15, 20 jaar. 15. 20 jaar. En nu samen voor het eerst. Hoe was het vandaag? Prima. Het was ideaal weer om te lopen. En heel gezellig. Maar zwaar. A little bit heavy. A little bit heavy, your English, my dear. Aha. Het was echt een flinke trip, hoor. Ja. Maar goed, we hebben het weer volbracht. En zijn we aan onze stand verplicht. Want we lopen al heel veel, al heel lang. Zij lopen al 16 keer, ik 14. Dus we moeten wel, hè? Dan kunnen we toch niet zeggen van we stoppen, hè? Dat doen we niet. Nee, dat is onmogelijk. Maar wat wel heel mooi is, jullie stralen allebei. Dank je. Dankjewel, hoor. Dan kan ik er weer tegen. Ja, echt hoor, volhouden. Hartstikke goed. Doen we. Ja, echt. Wees trots op jezelf. Echt fantastisch. Oké, dankjewel. Hey, dag. Dag. Mooi, hè? Super. Stralen hoort erbij op de eerste wandeldag van de Nijmeegse Wandel Vierdaagse editie 103. Ze hebben zometeen nog ruim een uur om binnen te komen bij de wedren. En dan kom je ze misschien wel tegen, Jessica of Freek. Zometeen Mart Meijer hier tussen 4 en 6. Ik wens je nog een hele fijne dag en geniet van de Vierdaagse feesten. Dit is James Blunt, Stay the Night. Even baby, get higher. De Vierdaagse. Zal ik het me afvragen bij deze hardop? In hoeveel dagen zou Roel van Velzen de 50 kilometer lopen? Hij heeft toch kleinere... kinderen van 10 kunnen hem ook lopen. Dan kan Roel van Velzen het ook. En goedemiddag, het is 8 minuten over 4. En het is de eerste dag, tenminste de eerste loopdag. Maar de Vierdaagse koorts hangt er al een beetje. En dan betekent het dat we nog 52 minuten hebben om te finishen. Als je nu onderweg bent, even een klein beetje tempo erin, want je bent er bijna. En dan kom je, als het goed is, op de wedren ergens een keer Jessica tegen. Dag Jessica. Ja, want weet je kan lopen, maar je kan ook gewoon zorgen dat de lopers weten welke kant ze opgaan. En ik sta hier bij de enige dame uit een team van 20 mannen en zij begeleidt de lopers, is het niet? Nee, ik begeleid de veiligheid van de lopers. De lopers die moeten ongestoord de route kunnen volgen. En wij proberen bij de intocht de boel goed te begeleiden, zodat de groepen, de militairen, de individuele mensen allemaal apart naar hun eigen aftekenpost kunnen. Ja.
En daar willen wij proberen de stroom zo vloeiend mogelijk in te houden. En ook de lopers te beschermen voor obstakels of dingen die er in de weg staan. U staat hier al vanaf 1 uur, ik heb u gezien. Ja, klopt, inderdaad. Het zijn lange dagen, maar het is ontzettend leuk werk om te doen. Dus echt, je doet het met zoveel overgave. Maakt niet uit. Tijd is niet belangrijk. Die lopers lopen nog veel langer. En ik zag ook dat een aantal lopers u kennen gewoon. Ja, ik sta hier ook al langer en ik ben in Nijmegen sinds mijn 21ste. Dus ik ken veel mensen, maar ik vind het ook ontzettend leuk om ieder jaar weer dezelfde mensen weer tegen te komen. Zeg, het is niet zomaar even wapperen met je handjes, hè? Nee, het is wel even goed kijken van zijn het groepen, zijn het individuelen, zijn het militairen, waar moeten ze heen? Hemelsoort moet nog 5 kilometer verder. En de groepen die hier gestart zijn, ja, die mogen zo meteen af gaan laten stempelen. En die kunnen weer uitrusten om morgen weer fit en vrolijk aan de start te verschijnen. Dan komt er een groep aan. We gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet. Je hoeft niet alleen een wandelaar te zijn om te genieten van een vierdaagse, toch? Nee, dat klopt. Dat is helemaal waar. Ja, ja. Heel gezellig gewoon om hier te zijn. Ja. Want u komt ieder jaar? Nou, ik loop meestal mee. Dit jaar loop ik het eens niet mee. Ja. Dus moet ik wel even kijken. Maar als ik hier aan deze tafel kijk, de gezelligheid. Ook jij. Ik bedoel, je straalt helemaal. Waarom lach je zo? Heb je te veel bier op? Nee. Maar ik kom uit Venlo en de rest komt uit Noord-Holland. Maar ik dacht, ik ga gewoon een dagje mee. Ja. En u heeft wel gelopen, dus u verdient... Oh mijn god, wat bent u aan het eten? Ja, gewoon, nou, dit is eigenlijk onze dageten. Dat is dus gewoon 4 dagen lang. Is gewoon patat en broodjes kroket. En daar gaan we mee doen. En ja, het is ook een beetje vakantie. Het is helemaal eigenlijk vakantie en ontspannen. Dus het mooiste wat er is, toch? En dan met z'n allen. Ja, het is gewoon geweldig. Want u loopt gewoon, wat is het? 30, 40? Nee, ik loop de 40. Oh, echte man zeg. En gewoon die kroketten er doorheen, bier erbij, niks aan de hand. Niks aan de hand. Dat is het mooiste wat er is. En volop genieten. En elk jaar weer. Dus voor de vierde jaar mag ik hem nu lopen. Nou, dat is ook helemaal geweldig eigenlijk. Dus gewoon top voor ons. Ik kan me heel goed voorstellen hoor. U staat op de camping hier dichtbij? Nou, een kwartiertje fietsen. Op de vierdaagse camping staan ze. We zitten daar bij Oosterhout, vroeger Balent. Dus... Dus dit is het gewoon, hè? Dit is ook vierdaagse. Zwaar werk dat supporten. Heel zwaar werk dat supporten. Fantastisch. Nou, een friet ruikt lekker. Dus jongens, neem er ook even eentje in de studio, zou ik zeggen. Laat ik dat doen. De hele dag zijn we natuurlijk langs de route aanwezig. Iedereen van RN7 loopt mee. Je kunt ons vooral herkennen aan grote blauwe microfoons. Maar inmiddels is het natuurlijk langs de route heel rustig en komt echt de ene na de andere persoon bij Jessica langs. Dus vertel Jessica, wie staat er naast jou? Ja, ik sta hier bij 2 dames van het Rode Kruis. En ik denk dat het zonder het Rode Kruis absoluut niet kan. Vertel, wat is zo al overdag uw werkzaamheid? Mensen die flauw vallen, omdat ze een hele hoge inspanning hebben gedaan. En dan hier iets kouds gaan drinken bijvoorbeeld. En ja, dan worden ze soms duizelig en dan moeten we ze weer eventjes oplappen. En dat zijn, en wij prikken ook blaren, maar dat doen we dan morgen op de blarenpost. En dat is ook dankbaar werk. Vandaag is wel een prettige dag voor een wandelaar. Nou, vandaag is een hele prettige dag, want iedereen is nog vrolijk en fris en fruitig. Maar vorig jaar was het ook stukken warmer. Heel warm, ja. Dat kun je merken nu. De omstandigheden zijn veel beter, ja. En heeft u ook wel dat mensen het echt als zeer dankbaar zien, zoals u hen helpt? Ja hoor, toch? Ja. Ze zijn blij als ze weer verder kunnen. Ja. Geweldig zeg. Ja. Mooi werk. Ja, geweldig werk. Ik zou het niet willen missen. Nee. Ik dank u en ik hoop u niet te zien. Tenminste niet als patiënt. Maar het is wel fijn dat u dit kunt doen voor de lopers. Oké, dank u wel. De echte absolute helden van de Vierdaagse. Ja, absoluut. Vind ik ook. Geweldig. Dankjewel, Jessica. Zo is het laatste half uur ingegaan. In ieder geval het laatste wandelhalf uur, want de Vierdaagse gaat met de feesten nog de hele avond door. Als ik recht voor mij kijk, zie ik een gigantisch scherm. En daarop zie ik 2 dingen. Een man met een microfoon en de welbekende planken van de wedren. Dat kan maar 1 iemand zijn. Daar is Freek. Dag, Freek. Dag Maart, leuk om je weer te spreken. Vanaf de wedren hier in Nijmegen, waar het een uurtje geleden nog een kolkende mensenmassa was van wandelaars die hier finishten, moet ik nou even een stapje achteruit kijken. En hier komen ze binnen en het is opvallend rustig. Ik hoorde jou net vertellen dat jullie via de webcam nog mensen op de Waalbrug zien lopen. Die moeten dan wel verdomd snel zijn, want
het is onverbiddelijk. Hè? 5 uur is 5 uur. En dan gaat echt de loketten waar afgebliept wordt, ik blijf het maar zo noemen, die gaan dicht. En dan heb je gewoon deze eerste dag voor niks gelopen. Dus we zijn heel erg benieuwd. En we blijven daar ook zeker bij of dat het geval zal zijn. Een aantal mensen komen nog binnen. Die lopen lekker. Sommigen lopen ook wat minder. Ik moet zeggen, in vergelijking met voorgaande afleveringen van de Vierdaagse, vind ik sowieso dat mensen wat frisser binnenkwamen. En ook minder blessures. Iedereen wijt dat toch wel of dankt dat toch wel aan het weer. Goeiedag. Jullie hebben er zin in, of niet? Ja, het is niet geloven dit. Ja, dit wil je niet weten. Dit is toch een mooi ik wil alles weten. Waar kom je vandaan? Volendam. Volendam. Waar is dit trouwens op? Ja, dit is live. Op RN7. Ja, dat meen je niet. Ja, dat meen ik. Nou, Volendam, vriend. Ik. Jawel. Ja, Volendam. Ja, Volendam, hartstikke goed. Volendam, hoe heet je? Frans Jonker. Ik dacht een schilder of een... Nee, mijn vrouw is een schilder. Ik ben zelf schilder. Hey, maar waarom loop je de Vierdaagse? Waarom? Ja. Nou, als ik dit echt meemaak... Ja. Kijk, het lopen is helemaal ik zal niet vloeken. Nee. Eens in me gereed. Maar dat potje bier, dat gaat voor mij de Vierdaagse maken. Die gaat erin zo. Ja, en ik heb er al... Nou, zo, ik heb er al een stuk of 20 gehad. Dat wil je niet weten. Loop je erop? Loop je er beter op? Ik loop op bier, ja, natuurlijk wel. De water moet je van kotsen wel. Iedere kilometer een biertje? Nee. Dus, je hebt er al een stuk of 40. Nee. We beginnen na de 25 kilometer gaan we aan het bier. Oké. Kijk, dan zijn we ruim daar binnen, toch? Hartstikke goed. Waar overnacht je eigenlijk? In Nijmegen? Bij je vrouw, maar dat weet jij nog niet. Bij je vrouw, hoor. Tom, maar goed dat je... Ja. Smaak heb je. Ja. Dat moet ik toegeven. Ja, man. Ja, dat moet ik toegeven. Kijk. Hé, maar gaan jullie... Nu word geknipt. Nee, het is live, dus het valt weinig te knippen. Hé, maar ga je uitlopen, denk je? Ja, wat denk jij? Ja, ik denk het. Ja, maar vrijdag gaan we ook weer afspreken. Zullen we dat doen? Ja, vrijdag ben ik hier weer. Ik wens je heel veel succes, jongen. Vriend? Afgesproken. Goed, ja, doe ik vanavond nog. Doe maar. Dus de groeten. Hey, top hier met de Vierdaagse. Nijmegen. Top. En zo is het op de wedstrijd. Ja, een en al gezelligheid. Volgens mij schakelen we ook nog even terug naar Jessica, want die staat hier ook nog ergens, Mart. Zeg het maar, Jessica. Ja, want het laatste half uurtje gaat in, maar u bent al binnen. U vertelde net de eerste keer dat u gelopen had. Ja, dat was in 1975. Toen was het heel anders. Toen moest je 's morgens aanmelden of je moest je gewoon aanmelden op de vereniging zelf. En de volgende dag moest je dan komen bij de start om 's morgens om 4 uur. Nou, en als je een uur van tevoren er was, dan kon je bij wijze van spreken zo doorlopen. Want er was geen oponthoud. Hè? Een kleine menigte stond er, maar dat was niet noemenswaardig. En als je er tegenwoordig komt, 's morgens vroeg, nou, gigantisch hier. Ja. Wat ik wel leuk vind, we hebben even een tijdje met z'n drieën gekletst. Hè. U geniet ervan ook. Hè? Ik vind het geweldig. Ik kom ieder jaar zo met zoveel plezier terug, moet ik zeggen. Ik vind het heerlijk, echt. Lekker ontspannen, ja, toch bezig zijn, even goed. Veel mensen kletsen, zeg maar, eigenlijk. Dus het hartstikke mooi. De sfeer, dat is echt gewoon ook hier waar we nu zitten. Ja, ik moet zeggen... Ik ben altijd heel graag hier onder de bomen, vooral als het zo warm is. Vind ik ideaal wat dat betreft, ja. Echt. Ja. En u loopt ook voor het goede doel? Ja, ik loop voor de Hersenstichting. Ik heb mensen gevraagd om mij te sponsoren. En een bijdrage voor de Hersenstichting. Dus dat is wel erg leuk. 2 vliegen in 1 klap. Ik een feestje en geld voor de Hersenstichting. Morgen is het Roze Woensdag. Ja. Wat gaat u aan? Nou, ik heb een favoriet pakje en dat is toevallig roze met zwart. En dat trek ik dus aan en ik heb een speciale grote strooie hoed met ook wat roze in. Dus ik denk, dat wordt het helemaal morgen. Dus. We zullen zien. En nu ook, hè? U gaat... Ja, het sponsorshirt van de Hersenstichting is roze, dus dat heb ik morgen aan. Ja. Ja. En mag ik, gaat u roze sokken aandoen? Zeker weten. Nee, geweldig. Ik wil u bedanken. Nou, geweldig toch? Nou, wat een ontzettend leuke mensen. Echt superleuk. Dankjewel Jessica, daar de mensen die binnen zijn. Inmiddels, nogmaals, als je meekijkt via onze app of de site rn7.nl, dan zie je nu beelden van een leeg druppelende Waalbrug. Maar er zijn nog steeds mensen. Als je daar bent, maak een beetje haast. Je hebt nog 22 minuten. Hoofdrekenen was door mijn sterkste kant. Maar om 5 uur gaan, zoals Freek zou zeggen, de bliebers uit. Dus maak nog een klein beetje voort als je nu op de Waalbrug loopt en nog even aanzet. Wie weet, red je het nog net.
on the beach. Goedemiddag. RN7. Them whoa. King Lover talking pon the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. I wanna have sex on the beach. Come on, there's a party. Sex on the beach. I never, never gonna leave you alone. Tide is high. Like a Jacob man. Bikini on the left, the kiwi on the right. Come and give me loving all through the night. Do the wild thing, ding-a-ling-a-ling. Girl, I wanna hear you sing. Dig out them, dig out them, dig out them. Whoa, them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex on the beach. Meters. Ja, hartstikke goed. Ja, ja zeker. Ja, maar u heel heeft wat? Niet zoiets van, kom op, we moeten nog snel om het te halen. Nee, weet je waarom? We zijn al binnen geweest. Jeetje, heb ik de verkeerde te pakken. U wilt er gewoon twee keer van genieten. Nee, geniet er gewoon twee keer, dat is toch gezellig zo? Gekhuis. Ja, nou, gekhuis. Goed, gefeliciteerd. Ja, even goed, dankjewel. Fijne avond, hè. Jullie ook, hè. Hoi. Zo. Jessica wordt aan alle kanten voorbij gelopen door de menigte van mensen die nog wel even moeten finishen. Zullen we eventjes bij Freek terug gaan kijken, want die heeft volgens mij de mensen te pakken die hebben moet. Ja. Vertel Freek, wie heb je te pakken? Want je ging mensen pakken, zei je. Nou, ik heb nog niemand te pakken. Er gaat er eentje heel hard. Hallo mevrouw. Ja, hallo. Ga je het redden? Ja, makkelijk hè. Ja, maar het is bijna 5 uur. Hè? Het is om de hoek. Maar ik heb nog wat tijd toch? Hoe laat heb jij het? Hoe laat is het, Maart? Het is 11 minuten voor 5, net op tijd. 11 minuten voor 5, zeg maar. Oh, nee, dat gaat helemaal goed komen, hè? Ja. Een klein stukje. Ja, het is een heel klein stukje. Maar vind je niet, en krijg je dan niet de zenuwen? Nee, nee, nee. Na 22 keer had ik geen zenuwen. 22 keer? Geen zenuwen, nee. En, hoe lang doe jij dit al dan? Ja, ook heel wat jaren. Dat vind ik ook altijd respect, hè? Die mensen die langs de kant staan en die ook wel maar van alles doen, vind ik ook wel respectvol, hè? Waar komt u vandaan? Ik woon in een bos. In het bos? Ja. Maar ik ben al een Gelderse, zeg maar. Gelderse. Ik kom uit Wamel. Een Gelderse Brabander. Een Gelderse Brabander, ja. Maar ja, Den Bosch is wel heel mooi, hè? Altijd gezellig, ja. Ja, mooi feestje, ja, ja. Ik werk in het noorden, in Amsterdam. En dan, als ik dan maar iemand denk die zachte G heeft, dan ga ik gelijk level naar beneden. Lekker geien, dat is leuk. Ja. Maar waarom loop je de Vierdaagse? Voor de gezelligheid? Feestje. Biertje. En weet je, als je al zo vaak loopt, heb ik bedoel, de uitdaging van het lopen is... Is daar wel, ik train wel wat, nu zo heel veel, na zoveel jaar. Maar wij zitten dan in de auto en denken van, wie vinden we weer leuk die we gaan tegenkomen? Ja, dat is leuk. Hè? En weet je, vanochtend liepen we over de Waalbrug en dan zeg je, ja, die foto van die brandweer, die spuit, hebben we al gezien. Maar vandaag zijn we de burgemeester in Hoordendorp, Elst. Ze hebben een blauwe loper opgegaan, iedereen een handje gegeven, hadden we ook nog nooit gedaan, weet je wel. Je zoekt wel een keer iets anders. Ik loop wat met mijn vriendin, maar die is al binnen. Maar geen geintje pijn, hè? Ik bedoel, je staat er nee, al bij. Nee. Helemaal nooit gehad? Nee. Iedereen heeft al blaren. Ja, en ik heb een heel klein blaadje gehad, zo daar. En dacht ik van, ik hoor er ook bij. Op de vinger. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon finishen, want dadelijk heb ik het gedaan. Nee, dan ben ik gek. Oké, deze gaat finishen, deze mevrouw uit Brabant. En we wachten nog even op de allerlaatste. Ik zat het maar af te vragen. Inderdaad vinden mensen niet net iets te lang aan het ophouden was, Freek. Maar ze gaan op tijd komen. We zien inmiddels op de tv een wat oudere mevrouw die binnengedragen wordt. En die staat bij Jessica.